Duiken is voor iedereen, ook voor mensen met een geestelijke of fysieke beperking. En dat bewijst de IAHD. Bij mij zit Gerard Ooyenhausen, president van de vereniging. Dag Gerard. Hallo. Waar staat IAHD voor? IAHD staat voor International Association for Handicap Diving. Engelse naam. Ik vermoed dus dat de organisatie niet puur Nederlands is. Nee, klopt. Het is een internationale organisatie. Hoe groot is ze nu ondertussen? Ja, we hebben 900 instructeurs wereldwijd. Mm-hmm. Dus in Amerika, in Hongkong, in Nederland, Egypte, Duitsland. Eigenlijk alle werelddelen zit wel een instructeur. Jullie bestaan al een tijdje, sinds 1993. Mm-hmm. Waarom de vorming van zo'n organisatie? Nou, het is altijd een tekort aan geweest dat mensen met een beperking, dat daar een bepaalde kwaliteit aan moet zitten. Ja, je hebt gewoon even wat meer aandacht nodig voor mensen. Maar de dankbaarheid is des te groter. Mm-hmm. IAHD, waar kan ik die vorming volgen en wat doen jullie juist? Nou, wat wij doen is eigenlijk het opleiden van instructeurs. Ja. Die dan met mensen met een beperking gaan duiken. Dat zijn instructeurs die hun opleiding ergens anders hebben genoten bij een andere organisatie. Ja, die kunnen dus bij diverse organisaties, PEDI, NAUI, NOB, BOSD, kunnen ze dat volgen. Ja. En als ze dan die hebben, als ze daar instructeur zijn, dan kunnen ze bij ons eigenlijk een soort specialty instructeur voor gehandicapte duikers. Wat staat daarin in die specialty? Welk soort opleiding is het? Nou, het is een opleiding voor de instructeur die met mensen zometeen met een beperking kunnen duiken. Mm-hmm. Ja, dus het begeleiden eigenlijk van iemand met een beperking. En die kan je eigenlijk in drie categorieën neerzetten. 1, dat ze nog zelfstandig kunnen doen. 2, dat ze minder zelfstandig kunnen doen. En 3, eigenlijk, ze kunnen helemaal niks. Ze kunnen alleen maar ademen. En voor zulke mensen gaan we dus opleiden. Ja, dus constante begeleiding van een instructeur nodig. Klopt. En soms ook wel 2. Ja. Wat soort technieken leren jullie de instructeurs dan aan? Nou, vooral de polishing, het drijven. Ja. En dat kan door hefballonnen zijn, dat kan door lood zijn. En dat is wat meer, maar ook op verschillende types lood. Dat kan dus bij de hals al zijn, dat ze lood aanhangen. Het kan gewoon midden in het lijf. Maar het kan ook zijn dat we lood aan hun voeten maken. Mm-hmm. En dat hun voeten continu blijven zweven. Of wij doen aan hun voeten, als zij helemaal geen gevoel meer in hun voeten hebben. Of in hun benen, en dat zakt er een klein beetje. En dan gaan we een hefballons. Gaan we die voeten weer iets omhoog brengen. Dat ze dan dus mooi in een balletje in het water liggen. Is er een limiet aan de beperkingen van de mensen om te leren duiken? Dus als ik denk aan mensen met een beperking, dan denk ik dus iemand die blind is kan leren duiken. Iemand die verlamd is kan leren duiken. Ja. Iemand die doof is kan leren duiken. Iemand die ergens een amputatie heeft gehad. Dat kan allemaal. Het kan allemaal. Dus dat wil dan zeggen dat die opleidingen toch enorm gediversifieerd zijn. Dat er enorm veel verschillende technieken moeten worden aangeleerd. Klopt. Ja, dat is dus ook denk ik het mooiste van ons vak. Ja, dat je in allerlei hoedanigheden mensen kan leren met een beperking te duiken. Mm-hmm. Ja, wij gaan ook gewoon naar mensen toe en vragen gewoon, goh, hoe kan dat? Hoe past dit wel? Past dat wel? Dus allerlei technieken gebruiken we gewoon voor het duiken. Ja. Naast de opleidingen van de instructeurs doen jullie ook opleidingen voor de duikers zelf. Ja, klopt. Welke opleidingen zijn dat allemaal? Ja, je kan dus bij ons gewoon de basisduiken doen. Ja, maar daarnaast kan je nog nitrox bij ons doen. Hè, want nitrox duiken voor mensen met een beperking is heel goed. Eigenlijk zit er eigenlijk al gelijk bij ons in de open water al. Mm-hmm. Ja, want hoe meer zuurstof ze krijgen, hoe beter dat voor hun dan is. Ja, je kan allerlei specialties die bij gewone duikorganisaties ook te halen zijn. Mm-hmm. Nachtduiken, diepduiken, equipmentcursussen, driftduiken. Eigenlijk kunnen ze dan bij hun eigen organisatie gewoon daar weer verder mee gaan. Mm-hmm. Ja, en wij zijn nu zover dat we dat eigenlijk ook in onze eigen organisatie willen ontwikkelen. Ja. Ik ben instructeur, ik heb deze opleiding gevolgd. Ik krijg iemand met een beperking, die heeft serieus wat begeleiding nodig. Ik kan dat niet alleen. Ik heb een hele groep van mensen met een beperking. Hoe los je zoiets op? Nou, we hebben hier in Nederland hebben we toch wel behoorlijk veel instructeurs. 168 instructeurs in Nederland. En die hebben eigenlijk een heel veel samenwerking. Dus als één wat problemen heeft, dan komt de andere wel meehelpen. Mm-hmm. En dat is juist, als je onder elkaar, het is eigenlijk best wel heel veel vrijwilligerswerk. Ja. Ja, maar het genot naar de tijd is des te groter. Ja, ja, ja. En ik vermoed dat bijvoorbeeld een partner van iemand met een beperking daar ook bij kan helpen. Ja, vooral heel erg belangrijk met aan- en uitkleden, maar ook iemand uit het water halen. En daar begeleiden met zo'n partner er ook in. Mm-hmm. Om te vertellen, goh, nou, het werkt zo of het werkt zo. Denk hier aan of denk daar aan. Ja, dat zijn dingen die iemand moet weten van die een beperking heeft, hoe dat dan gaat. Ja, maar je moet nagaan. In het water zijn wij gelijk. Ja.
Ja, we drijven gewoon, we zweven gewoon. En dat is het mooiste van ons, ons duiken. Je ziet dus iemand in een rolstoel zitten en denk je, hey, goh, wanneer zal die eruit gaan? Of nou, als hij bij mij in het water is, dan zweeft hij, net zoals ik, in het water. En dat is het genot. Alleen als hij er dan weer uit moet, dan denken heel veel mensen, oh, het gaat zo heel makkelijk. Maar haal maar iemand met een beperking uit het water, dat is gewoon lood en loodzwaar. Dus daar moet je bepaalde technieken. Dan moet je bijvoorbeeld een waterglijbaan hebben. Of dan moet je technieken hebben dat je iemand met een net uit het water kan tillen. Maar daar moet je gewoon wel technieken voor bedenken. Ja. Er kruipt enorm veel tijd en energie in zo'n opleiding. Waarom doe je dit nu? Ja, om mensen met. Ja, ik doe het om die mensen die altijd in een rolstoel zitten. Ja, of iets niet kunnen doen wat zij heel graag willen doen. Dus eigenlijk iemand die gehandicapt verstopt zich heel vaak voor zijn gehandicap. Ja, en dat moeten we juist uit die visuele cirkel moeten we dan halen. En een aantal mensen zien dat ze nog meer kunnen dan dat ze nu kunnen. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, een voorbeeld, ik kom veel in revalidatiecentrums. Doe veel gesprekken met mensen met een beperking. Dus een jongen van 18 jaar, ja, beide benen eraf door een ongeluk. De jongen ziet het leven niet meer zitten. Ja, kom bij mij in het zwembad, op aanvraag. Ja, we gaan met die persoon in het water. En hij ziet ineens weer het licht. Hij ziet ineens, goh, ik kan dit dus nog. Ja, en dan denk ik, ja, jij kan dit ook. En ineens zie je zo'n jongen helemaal weer opbloeien in zijn maatschappij. Ook weer thuis, is weer vriendelijk, onderhoudt zich weer goed. Ja, want hij kan nu iets wat hij, ja, wat hij daarvoor niet heeft kunnen doen. Ja, en dat heb je bij heel veel mensen. Dat heb je ook bij gewone, normale, dus tussen haakjes normale mensen. Ja, dat je die over een brug heen helpt. En dat ze ineens, hey, zie je nou, ik kan ineens duiken. Ik bedoel, iedereen heeft tegen mij gezegd, ik kan dat niet. Ik ben altijd in een hoekje weggezet. Nou, en door dit kan je mensen uit een bepaald isolement halen. Ja. En we moeten nog veel meer doen. Ja. Een man met een groot hart, Gerard. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Goed zo. Dit was Elisabeth Liekes voor Submerge Productions. Bedankt voor het kijken.